Goedemorgen. Wat leuk jullie kijken naar mijn allereerste video. Vandaag neem ik jullie mee op een ritje en dan gaan we wat stenen lossen, banden, tegels laden en lossen. Wat we precies allemaal gaan doen, vertel ik jullie zo. We gaan nou eerst de auto halen, de auto laden en dan gaan we rijden. Zo, zoals jullie net hebben kunnen zien, heb ik de auto geladen. De spullen die de... Zo, zoals jullie zagen heb ik net mijn auto geladen. We hebben twee adressen. Giessen en Teteringen. Maar voor Teteringen moeten we ook heel veel tegels gaan lossen. Maar die hebben we niet op de zaak staan. Dus die gaan we nu eerst halen in Rijsenhout. Dat is wel heel de andere kant op, maar dat maakt niet uit. Daar hebben we een mooi reisje voor de boeg. Pak je koffie mee. Mijn naam is Johan, ik ben 45 jaar jong, ik ben getrouwd met Angela, we hebben twee lieve kindjes en ik werk nu zo'n 5 jaar bij Henke. Ik ben deze vlog, videovlog, die ben ik begonnen omdat ons het leuk leek, en ons is mijn werkgever en ik, om wat van onze werkzaamheden te laten zien. Het is mijn allereerste video, het is allemaal nog nieuw, dus ik ben er een beetje zoekende wat ik filmen moet en vooral het praten in de camera is best lastig.
Het zal een hoop knip- en plakwerk worden, maar dat geeft niks. Dus ja, we gaan er wat leuks van proberen te maken. Nou, in ieder geval, veel plezier bij het kijken. Laat vooral aan het einde van deze video even weten wat je ervan vond. Zodat ik daar weer van kan leren. En kritiek mag ook, hè. Opbeurende, opbouwende kritiek, altijd goed. Daar leer ik van en zo kunnen we weer wat moois maken. We zijn nu aangekomen bij de tegelfabriek in Reichenhout. En hier gaan we de tegels laden voor tetringen. Maar eerst moet ik de spullen die ik vanmorgen heb geladen op de zaak, die gaan er eerst af. Dan gaan we de tegels laden. Die komen dan voorop. Daarachter laden we weer de spullen die ik nu eraf gooi. En dan zitten we weer vol. En dan gaan we eerst lossen in Giessen en dan gaan we naar tetringen. Het is soms even puzzelen, maar uiteindelijk krijgen we het wel op. Het is wat mistig onderweg, maar het geeft wel mooie beelden. Enjoy your ride. Thank you.
tafel maken blij. Op naar thee drinken. Ik rij Schiepstraat in en Infra. Ja, dat klopt. Ik rij een iets kortere trailer. Wij hebben 16 auto's, waarvan 3 wat kortere trailers. Deze auto noemen ze ook wel de klusjeauto. En ja, wij plannen ze in, eigenlijk door het hele land heen. Dus maar net wat ze die dag hebben, waar het heen moet. Ik heb dagelijks zo goed naar mijn zin. Het is echt een uniek bedrijf. Ik ben iedere dag dankbaar dat ik voor dat bedrijf werken mag. En dat ik iedere dag met zo'n vrachtwagen, met de kraan, met het hele spul, gewoon mijn werk mag doen. En zeker met dit weer, de zon schijnt. Dat doe je niet meer. Ja, wat het werk zo uitdagend maakt. Ja, ik denk dat iedere chauffeur dat wel zegt. Dat iedere dag is anders. Maar onze adressen zijn nog gewoon elke keer anders. Ja, wij komen natuurlijk waar ze aan het bouwen zijn of straat aan het vernieuwen. Ja, dus dat verandert elke keer. En die bouwplaatsen en de plekken waar ik zijn moet zijn vaak heel erg smal. Dus het indraaien is vaak smal, de wegjes zijn vaak smal. En dat maakt het wel uitdagend, ja. Dus ja, joh, dat vind ik hartstikke leuk. Dus hier zit een hele dankbare chauffeur die het iedere dag goed naar zijn zin heeft. We zijn bijna het losadres in Teteringen. Aangekomen in Teteringen. Oei, oei, oei. Ja, een weertje, jongens. Kijk, man. Een weertje. Dit is hem. Hier mag ik mijn werk maar doen. Haha, schitterend. Een mooi plekje neerzetten dat je het goed kunt zien. Dit is wel wat, hè? Ja. Vond je dit nou leuk om te zien? Laat het dan weten in de reacties onder deze video. Heb je een vraag? Kan ook daar. Die hebben we gelost. Nu gaan we naar Oosterhout. Op die fabriek gaan we wat klusjes laden. Waarvan we de 2 moeten lossen nog. In Tricht en in Kerk-Avezaath. En die andere 2 gaan mee naar de zaak. Het is trouwens lekker weer, man. Het is 18 oktober en er loopt gewoon een t-shirtje buiten. Het is echt prachtig. Het is heerlijk. We zijn nu bij de fabriek in Oosterhout. Het grote omkleden kan hier beginnen. Kijk eens. Oké. U mag gezien worden. Natuurlijk. Want ja, er zal maar een klinker uit de lucht vallen. Of een medeklinker. En natuurlijk om het af te maken de veiligheidsbril.
Ja, die vind ik niet zo fijn. Veel kras op. Zonnebril mag ook. Doen we die. Kunnen laden. Dus moeten we één pelletje laden voor Veenendaal vanmiddag. Ja, het was deze keer niet zo heel veel wat we moesten laden in Oosterhout. Dus dat was gauw gedaan. Nu rijden we naar Dussen. Daar moeten we één pelletje op halen. Die we vanmiddag uiteindelijk moeten lossen in Veenendaal op de zaak. Belletje. Het is de moeite. Een pelletje laaien. Wat een weertje, jongens. Zou er klimaatverandering komen? Net niks, maar ja, moet toch gebeuren. Dus dan doen we dat. Het is tijd om even pauze te nemen. Had ik al gezegd dat het lekker weer was vandaag? Jochie. 18 oktober. Het is ook gewoon 18 graden. Het is heel bijzonder. Mooi man. Is toch lekker joh. Is toch genieten. Volle bak in de zon. Kijk, ik loop naar buiten en ik ben aan het oefenen. Want verderop staan mensen te kijken en die zien mij lopen met een camera in de hand. En dat ik aan het praten ben. Ik heb natuurlijk nog een beetje last van die conditionering. Van ja, wat zullen andere mensen er wel niet van vinden? Maar ja, dat moet je erheen, hè? Dat is wennen. Dus ik ben al aan het oefenen. En mensen kijken, maar dat maakt niet uit. Hoort er allemaal bij. Had ik al gezegd dat het mooi weer was? Het is echt geniet hoor. Heerlijk is het vandaag. Hey, maar nu we hier toch zo zitten. Als nou iets is wat je weten wilt. Over mij of bijvoorbeeld over mijn auto of over de kraan. Of gewoon over mijn werk. Ga dan naar de comments hier onder de video. Daar kan je je vraag stellen. Of je opmerking plaatsen. Dan kan ik bijvoorbeeld in een video, kan ik daar wat specifieker op ingaan om zo nog meer dingen te kunnen laten zien van mijn werk. Ik kan hier echt uren blijven zitten, maar het is nou echt tijd om te gaan. De plaats zit dicht.
Ik ben er nog nooit geweest volgens mij. Ik ligt vlak bij Geldermalsen. Ik ken wel Maastricht. En meer niet eigenlijk. Het plaatsje Tricht. Duk. Naar Maastricht. Het is even snel, dus ik heb niet echt tijd om te filmen. Gekke plekken kom je af en toe. Man. Mooi.
Dit was Kerk-Avezaath. Ook weer snel gegaan. Nu gaan we naar Veenendaal. Ik trouwens vandaag al gezegd dat het lekker weer is. Hallo! Ja, we zijn in Veenendaal bij de firma. Hier gaan we nog wat lossen. En we hoeven niks meer te laden. Zoals ik al eerder in deze video aangaf, is dit mijn eerste video. Het is allemaal nieuw, dus ik ben nog aan het zoeken wat ik filmen moet. Dus misschien leuk dat jullie me helpen. Dus als jullie nou in de reacties onder deze video even laat weten wat je meer zou willen zien. Bijvoorbeeld meer van het rijden, dat ik daar wat meer sfeerbeelden van maak. Wil je meer zien dat ik met de kraan aan het werk ben, het laden en lossen. Laat het mij weten, zodat ik in de volgende video specifiek dat kan gaan doen en leuke video's voor jullie en voor mij kan gaan maken. Mooi geweest vandaag. We sluiten de video af. Als jullie nou een leuke video vonden, druk dan even onderaan deze video op het duimpje en ook op de grote knop met abonneren. Dat is leuk voor mij, maar ook leuk voor jou, want dan ben je de eerste als er weer een nieuwe video komt. Dan ben jij de eerste die het ziet. De grote auto's wou even naast de mijne staan, dus dat kan. Het is een mooi plaatje om af te sluiten. Voor nu bedankt voor het kijken en tot een volgende video. Doei!